In kennisopbouwprogramma DEITNO onderzoeken we samen hoe nieuwe technologische en wetenschappelijke innovaties kunnen worden toegepast binnen de werkpraktijk van DEI. Het onderzoek richt zich op 3 thema's. Basis voor innovatie, ontwikkeling van de professional en technologische innovaties. Om te beginnen wordt een basis gelegd voor innovatie. We kijken hier welke technologische en maatschappelijke ontwikkelingen op ons afkomen en welke daarvan relevant zijn voor DEI. Ook gaan we na welke factoren een rol spelen in maatschappelijke veiligheid, hoe die factoren samenhangen en wat dat voor DEI betekent. In de volgende onderzoekslijn staan de medewerkers van DEI centraal. Zij werken dagelijks onder uitdagende en stressvolle omstandigheden. Daarom is het van cruciaal belang dat ze professioneel fit zijn en blijven. Daarvoor ontwikkelen we kennis rondom persoonlijke monitoring, om medewerkers regie te geven over hun professionele fitheid. En gaan we na hoe we medewerkers weerbaarder kunnen maken tegen intimidatie door justitiabelen. TNO en DEI denken tenslotte samen na over hoe technologie kan worden ingezet om de veiligheid te verbeteren en nog efficiënter te werken. Artificiële intelligentie en data-analyse technieken kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor het bepalen van het veiligheidsregime en de zorgbehoeften van justitiabelen. Ook wordt gekeken hoe verschillende technologieën kunnen bijdragen aan de informatiepositie van de medewerker, zodat de medewerker op het juiste moment en op de juiste plek de juiste informatie over een justitiabele heeft om gericht te kunnen handelen. Verder kijken we naar manieren om verdacht gedrag van justitiabelen geautomatiseerd te detecteren en om smokkel van contrabanden te voorkomen. En we gaan na hoe robots kunnen worden ingezet bij DEI. Bijvoorbeeld voor het uitvoeren van de zogeheten dull, dirty and dangerous werkzaamheden. Of juist het inzetten van sociale robots. Met innovaties op deze onderwerpen draagt het kennisopbouwprogramma DEITNO bij aan de veiligheid van justitiabelen, personeel en de maatschappij. Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op